Hallo, welkom bij een nieuw filmpje van Sylvia Crea en zo. In het vorige filmpje heb ik jullie laten zien hoe ik dit doosje heb gemaakt. En vandaag laat ik jullie zien hoe ik het mini-album heb gemaakt wat ik in dit doosje bewaar. Ik zal jullie stap voor stap meenemen met hoe ik dit boekje in elkaar heb gezet. En per pagina geef ik aan jullie door wat de afmetingen zijn van zowel het kaartstok als het DSP. En hoe ik die pagina in elkaar heb gezet. Wil je de afmetingen nog eens rustig nalezen of zien hoe ik de tekst en het boekje verder heb aangekleed? Neem dan snel een kijkje na dit filmpje uiteraard op mijn blogbericht. Waar je dit blogbericht kunt vinden staat hieronder in de omschrijving. En daarbij kan je nog een keer op je gemak alle afmetingen teruglezen. En zie je ook hoe ik de voorkant en de tekst verder heb gepimpt tot een volledig boekje. Laten we nu snel beginnen. Om te beginnen heb ik twee stroken gesneden van 8,5 op de lengte en de lengte van een A4 aangehouden. Ik heb daarop gerild op 6 cm, 12 cm, 18 cm en 24 cm. En vervolgens heb ik de stroken opgevouwen als een harmonica. Als je dat doet, zal je zien, omdat het A4 niet net geen 30 centimeter is, dat je twee iets smallere strookjes overhoudt. Dit worden de voor- en achterkant van je album. Dus zorg dat die naar boven en naar onder zitten. En dan zet je de strookjes even zo, even kijken, omdraaien. Dan zorg je dat de stroken zo voor je staan. Om er nu één geheel van te maken, heb ik deze middelste twee pagina's aan elkaar vastgemaakt. Dat kan je doen door aan drie zijden gewoon een beetje lijm op het randje te smeren. Ik moet zeggen, dan wordt je pocket wel heel erg smal. Wat ik heb gedaan, ik heb drie strookjes gesneden. Ik zet even de pagina's een stukje opzij. Drie strookjes gesneden van 2 centimeter breed. En 2 van 8,5 centimeter lang en 1 van 6 centimeter lang. En die heb ik in het midden gerild op 1 centimeter. Vervolgens heb ik ze dubbel gevouwen en ze een beetje taps toegeknipt. Zodat ze niet zo makkelijk over het randje van het kaartstok heen steken. Dit geeft gewoon een mooie afwerking. Ik zal je nu even laten zien hoe ik ze aan elkaar heb gemaakt. De strookjes heb ik al voorzien van tear and tape, zodat het boekje goed stevig in elkaar zit. Gaat jouw voorkeur uit naar Tombow, is dat ook prima, maar gebruik in ieder geval een hele sterke lijm. Ik haal het beschermfolie eraf en plak vervolgens het strookje langs de vouwlijn, dus niet erop, maar de echte langs. Zodat hij niet buiten je pagina steekt. Even goed aanduwen. Hetzelfde doe ik aan de andere kant. Maar dan plak ik hem op het randje van de pagina. Dus op het buitenste randje. Zo. Dan pas ik even of het kleine strookje er goed tussen past. Zonder... En dat ik de flapjes nog goed dicht kan doen. Ik merk nu dat het middelste strookje iets lang is. Dus daar knip ik nog een klein stukje vanaf. Dat is geen enkel probleem. En zo. Ook daar haal ik nu het beschermfolie vanaf. En die plak ik hier tussen de vouwlijnen van de andere twee strookjes die ik al eerder heb geplakt tegen de onderkant van de pagina aan. Zo. Wat ik altijd doe is dat ik de beschermfolie een klein stukje eraf haal. Zo. Opzij vouw en gewoon even zo laat zitten. Dan kan ik het korte strookje er alvast tussen vouwen. Dit doe ik ook aan de andere kant. En nu aan deze kant.
Dan controleer ik nog even hoe de pagina's tegen elkaar aan moeten, zodat het kleine strookje aan de achterkant zit. Ze moeten zo op elkaar komen. Dan pas ik de bovenkant. Dan zorg ik dat het allemaal helemaal netjes ligt. Dan kan ik ze ook hier aan de onderkant op de hoeken netjes aan laten sluiten. Vastplakken. En zo trek ik de strookjes ertussen uit. Want bij tape is vast is vast. En zo heb je in het midden een mooie pocket met veel ruimte, zodat je ook je tag nog aan kan kleden. En hij je voldoende ruimte hebt om hem in en uit zijn pocket te halen. Dan gaan we nu verder met het beplakken van de voorkant. Ik heb 3 stukjes DSP gesneden van 8 bij 5 centimeter. Deze zijn voor de voorkant, de binnenkant van de voorkant en de achterkant van het boekje. Dit zijn andere maten dan de rest van de pagina's. Dus deze plakken. Zo, nou, begin is er. Dan gaan we nu beginnen met de eerste pocket. Daarvoor plak ik eerst een stuk designer series paper op de pagina. En dat is een stuk van 5,5 bij 8 centimeter. Ik heb alvast 14 stukken verschillend DSP hiervoor gesneden, zodat ik ze alleen nog maar hoef op te plakken. En je hebt gewoon in totaal 14 stukjes nodig van 5,5 bij 8 centimeter. Deze vind ik wel leuk om erachter te plakken. Zo. Oh, wel blijven zitten. Ik was iets te enthousiast. Ja, die zit vast. Het boekje. Oh, mijn spiekbriefje. Het boekje wat in de smalle pocket hoort, heb ik gesneden. Dat is een stuk kartstok van 10 bij 8 centimeter. Die heb ik gerild op 5 centimeter, zodat je een boekje krijgt. En beplakt met DSP van 4 stukken van 4,5 bij 7,5 centimeter. En daar kan je dan allemaal leuke kleine fotootjes en dergelijke op plakken. De pocket heb ik gemaakt van een stuk kartstok wat ik gesneden heb op 7,5 bij 4 centimeter. En dat heb ik op 3 zijkanten gerild op 1 centimeter. En toen schuin de hoek eraf geknipt, zodat je wat iets minder dikte krijgt in je boekje. Anders wordt het allemaal wel heel dik. En ik knip eigenlijk altijd de hoekjes eruit. Nou, deze pocket plak je gewoon op het DSP. Dus een van de makkelijke pagina's die snel gemaakt is. Je boekje kan erin. Even kijken of die al wil plakken. Want het is natuurlijk met lijm. En zo. Even kijken. Ja, hij glijdt erin. Zo. En zo is je eerste, zijn je eerste twee pagina's al klaar. Dan gaan we door naar de volgende pagina. En zo, dat is weer een effen pagina met alleen DSP. Dus daar kiezen we weer een leuk papiertje voor uit. Van 5,5 bij 8 centimeter. Ik maak mijn DSP, snij ik eigenlijk altijd een halve centimeter kleiner dan de afmeting van de pagina waar die op moet. Zodat je zo'n mooi wit randje eromheen krijgt. Bij dit bij deze flapjesluiting, de tagsluiting,
heb ik gebruik gemaakt van de Delightful Tech Topper Punch. Daar heb ik ook de bovenkanten van de tags mee geponst. En de tags zijn allemaal 5 centimeter breed. Dus ook de tags van deze sluiting. Ik zal ze er even bij pakken. Mijn lintje, nou was dit iets langer dan 25 centimeter. Met het origineel heb ik 25 centimeter gebruikt. Het gaat er maar om dat je een strikje kan strikken. Waarbij we de pocket op het designpapier hebben geplakt. Heb ik bij deze flapjes, eerst de flapjes geplakt en daar overheen designpapier. De flapjes heb ik gemaakt door een stukje cardstock te snijden van 5 bij 5 centimeter. Toen te rillen op 1 centimeter en vervolgens tegenover de rillijn hem in de tech topper punch te stoppen en de bovenkant een mooi vormpje te geven. Dat heb ik 2 keer gedaan. En toen heb ik 4 keer, want ik heb de binnenkant van de tag deze keer ook aangekleed in plaats van bestempeld. Vond ik toch leuker. En dat heb ik gedaan met een stukje designer series paper van 4 bij 5 centimeter. Dus 4 centimeter hoog, 5 centimeter breed. En dan past hij precies op dat stukje boven de rillijn. Mocht het nou zo zijn dat hij iets er voorbij steekt, kan je altijd nog dat even afsnijden met je mesje of even knippen. Maar als het goed is, past het gelijk. En ook hier heb ik de flapjes schuin afgeknipt. Even kijken dat ik hem goed plak, zodat mijn vlinders de goede kant op vliegen. Dus vooral omhoog. En zo. Je kan dit uiteraard ook weer doen met tear and tape. Maar ik vind dat wel fijn nu om het met Tombow te doen. Zodat je nog een beetje kan schuiven. Plak ze inderdaad tegen de rand van de pagina aan. Dan geeft dat een mooi effect. En vervolgens plak je er een leuk designpapiertje in. Even zien. Wat zou er leuk onder staan? Ik denk deze, die past mooi bij de binnenkant. En zo zijn de flapjes weer netjes afgewerkt. Lintje er doorheen. En dan is ook deze pagina alweer klaar. Nou, je raadt het bijna al. Hier komt weer gewoon een stukje DSP op. Deze op. Zo. Deze vouwen dicht. En hier heb ik dan weer een pocket gemaakt, maar dan een langwerpige pocket. Om deze pocket te maken heb ik een stuk cardstock gesneden van 4 bij 10 centimeter. Die ook weer aan 3 zijden gerild op 1 centimeter. En ik heb hier een stukje DSP opgeplakt van 2,5 bij 7,5 centimeter. En ook hier heb ik de hoekjes weer schuin afgeknipt. En daarin komt in die pocket komt een boekje. 10 centimeter breed, 7,5 centimeter hoog. Cardstock heb ik gerild op 5 centimeter. En vervolgens beplakt met 4 stukjes DSP van 4,5 bij 7 centimeter. En zo heb je je tweede leuke boekje al klaar. Even een mooi papiertje zoeken voor onder de pocket. Zodat ook de achterkant
mooi versierd is. Zo. En deze plakken we hier aan de zijkant op het DSP. En zo. Er zit de pocket, ondanks dat het best wel wat dikker is, niet in de weg voor je, van je pagina om goed te kunnen bewegen. Even goed aandrukken. En dan kan ook dit boekje erin. En is de volgende pagina alweer klaar. De volgende pagina is een wat meer bewerkelijkere pagina. Omdat die, een magneetjes sluiting heeft en vier flapjes. Ik zal jullie laten zien hoe ik deze heb gemaakt. Je hebt hiervoor nodig twee magneetjes. Ik heb hiervoor magneetjes van een doorsnede van 0,5 centimeter en een halve centimeter en 1 millimeter dik. Het zijn hele sterke magneetjes en zijn sterk genoeg om de flapjes bij elkaar te houden. Je moet ze misschien een beetje extra vouwen met je boomfolders, zodat ze goed plat zijn, de vouwen goed strak zijn, maar dan komt het helemaal goed. Ik heb daarvoor vlinder uitgestand uit het DSP en hem ook in het wit om hem extra stevig te maken. En daartussen kan ik dan gelijk het magneetje verstoppen. Even plat neerleggen. Ik heb vier flapjes gesneden en ook alvast beplakt. Ik heb twee flapjes gemaakt van 8,5 centimeter hoog en 3,9 centimeter breed. Dat zorgt ervoor dat de flapjes elkaar net niet raken en je dus iets meer ruimte hebt, een beetje ruimte hebt tussen je twee flapjes. Want als ze over elkaar heen gaan, ja, dan wordt het te dik voor het magneetje en dan gaat het allemaal en dan blijft het niet goed zitten. En ik heb daar DSP opgeplakt van 2,5 centimeter bij 8 centimeter. En ik heb hem zowel aan de binnen- als aan de buitenkant beplakt. De andere twee flapjes heb ik gemaakt van cardstock van 5 bij 5,5 centimeter. Dus 5 centimeter hoog en 5,5 centimeter breed. En die heb ik gerild op 1 centimeter. Daardoor past er een stukje DSP op van 3,5 hoog bij 5 centimeter breed. Dus je moet even bij het rillen goed kijken dat je de goede kant rilt. De 5,5 centimeter is de breedte. Dus waar het 5 centimeter hoog is, daar moet je even rillen, zodat je flapje 4 centimeter hoog wordt. En ook dan hou je dus wat ruimte over tussen je flapjes. Deze kunnen we alvast vastplakken. Hier ga ik zo meteen gewoon een stukje DSP op plakken. Maar dat doen we zo even. Ik plak eerst deze flapjes op deze pagina. Plak hem ook weer goed tegen de zijkant van je pagina aan, zodat je een mooie rechte afwerking hebt. En deze plakken we ertussen. Ook hier plakken we weer aan de binnenkant een stukje DSP. Het is wel leuk om daar dezelfde vlinders als van de flapjes op te plakken. Dan komt dat weer mooi terug. Oh, en nou vergeet ik iets. Ik moet eerst daar een magneetje op plakken. Bijna vergeten.
Ik neem daarvoor altijd een stukje Tarantape. Die plak ik in het midden. In het midden van mijn pagina. Even het beschermlaagje ervan afhalen. Zo. Daaroverheen plak ik nog een stukje Tarantape, zodat ik zeker weet dat het magneetje nergens meer naartoe gaat. Daaroverheen kan ik het designpapier plakken. Zo. Dan is dat magneetje mooi weggewerkt. Dan vouw ik de flapjes dicht en dan doe ik ze nog even goed met de boomvol er nog even na vouwen. Zodat ik goede scherpe vouwen heb. Dan kijk ik even hoe de vlinder het mooist op elkaar past. Want als je hem allebei met, ja, als je ze goed op elkaar, als je hem nu omdraait, dan zal je zien. Als ik hem omdraai, want hij lag net goed. Dan past hij niet lekker, dan steekt er her en der toch een stukje uit. Dus ze zijn net niet, ja, links en rechts is net niet gelijk. Maar als je ze, nou ja, met de goede kanten op elkaar legt, zeg maar de bovenkant van je vlinders naar boven, dan past het perfect. Dan leg ik de vlinder erop. Zoals ik hem zou willen hebben. Dus een beetje in het midden van mijn pagina. Dan pak ik nog een magneetje. En die kan ik er dan op laten vallen. Dan zie ik dat het magneetje wat lager zit. Dus dan schuif ik een beetje met mijn vlinder. Zodat ik weet waar ik zo meteen... Oh, anders blijft alles overal aanplakken. Zodat ik weet waar ik mijn Tarantape moet plakken. In het midden van de vlinder. Weet ik niet of ik helemaal in beeld bleef, maar ik heb dus in het midden van de vlinder een beetje Tarantape gedaan. Kijk, mijn magneetje is gebleven. Zo. Ik denk dat ik zo een beetje de flapjes moet vouwen, voordat ze goed dicht blijven zitten. Maar dat komt zo wel als ze wat vaker, als het boekje wat langer dicht heeft gezeten. Dan plak ik hier ook nog een stukje Tarantape overheen. Een stukje afknippen. Dan iets te groot stuk. Niet over een was plakken. Haal ik de beschermfolie er weer af. De vlinder neem ik vervolgens. Daar doe ik weer een beetje Tombow op. En deze kan ik dan vervolgens op de andere vlinder plakken. Die ik had uitgestampt uit kaartstok. Zo. Een beetje schuiven dat ze mooi op elkaar passen. Zo heb je gelijk het magneetje mooi weggewerkt. Nou, als het boekje wat langer, zoals je ziet, wat langer dicht zit en de flapjes zijn een beetje gewend om goed naar beneden te blijven, dan blijft hij goed dicht zitten. Zo. Maar nu heeft hij daar nog niet heel veel zin in. Maar echt, zoals je ziet, het komt goed. Ik doe even aan de andere kant nog een stukje DSP plakken. Ik vind het wel leuk om de oranje stipjes, of zal ik de vlindertjes doen? Doe de vlinders. Stipjes laten we straks nog even terugkomen. Dan is deze kant van het boekje verder
helemaal klaar. Zo, eierwijze vlinder erop. Zo. Dan vouwen we hem dicht. Weer goed aanduwen. En gaan we verder met deze kant van het boekje. Aan deze kant van het boekje, ik zal het even bij het andere boekje laten zien, komt een kleine waterval met allemaal van kaartstok, met allemaal stukjes DSP erop. En dat ziet er gewoon super leuk uit. En ook deze sluiten we met een magneetje. Ik zal even de spullen daarvoor bij elkaar pakken. Zo. Het zijn mijn speedbriefjes, zodat ik niet alle afmetingen vergeet. Ik heb hiervoor weer een vlinder genomen uit de DSP. Ik leg even de pagina plat neer. De vlinder eronder, die er echt geen zin in heeft. Zo. Nou, hupsa. Even liggen. Dus een vlinder uit de DSP. Met weer een vlinder uit kaartstok om hem net even wat meer stevigheid te geven. Het flapje gaat, komt hier wel bovenop, maar dit wordt toch heel vaak open en dicht gedaan. Dus dan geeft het net even wat meer stevigheid. Dit wordt de sluiting. En deze strook is 10 bij 2 centimeter. En die heb ik gerild op 2,5 centimeter. Ik heb daar een stukje DSP op geplakt van 1,5 bij 7 centimeter. Ik heb nog een tweede gesneden voor aan de achterkant. Maar daar moeten we straks nog een magneetje achter doen. Net zoals bij de vlinder moeten we die er nog even tussen doen. Dan heb ik vervolgens 5 stukjes kaartstok gesneden. Van 5 bij 5,5 centimeter. En deze ook weer gerild op 1 centimeter. Dus let er goed op. De 5,5 centimeter is de breedte. 5 centimeter is de hoogte en die ril je op 1 centimeter. Zodat je allemaal flapjes krijgt om vast te plakken. Deze hoef je niet schuin af te snijden. Want het is juist wel mooi dat je deze recht laat. Omdat je deze flapjes straks ziet. Je plakt ze zeg maar als het ware tegen elkaar aan. Ik begin nu niet met een stukje DSP. Dat plak ik straks als laatste onderaan de pagina. Om alles mooi weg te werken. Zo, de flapjes plak je tegen de bovenkant van de pagina aan. En de volgende pagina plak je dan vervolgens, of flapje, plak je tegen het randje van de vorige aan. Zo hou je ze recht. Hebben ze allemaal dezelfde afstand. En heb je het mooiste effect van je waterval. Want hoe rechter je ze plakt, hoe mooier het gezicht is. En doordat je ze tegen elkaar aanplakt en geen hoekjes eruit knipt, hoef je er niet nog een extra stukje DSP op te doen. Dat kan natuurlijk wel. Als je denkt van nou, ik vind het niet mooi zo'n witte rand tussen van 1 centimeter. Kan je er uiteraard nog strookjes van 5 bij 1,5 centimeter tussen plakken. Maar dat hoeft dus niet. En zo. Door ze ook even naar boven te doen, kan je even zien of dat alle zijkantjes netjes recht zijn. Dat geeft het mooiste effect. Zo. De laatste. Zo. En je waterval is klaar. Je ziet daarmee dat de pagina bijna helemaal bedekt is met alle flapjes. Dan plak ik daar nu de sluiting op. Die plak ik onder op de pagina. Een beetje in het midden. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk heel weinig wat afmeet. Vaak kijk ik gewoon van nou, dit vind ik wel mooi. Plak hem een beetje in het midden. En dan ga ik vervolgens, als ik denk ik wil dit voor een workshop gebruiken, dan ga ik het uitmeten wat ik nu eigenlijk heb gedaan. Maar, en dan zorg ik dat er ronde
cijfers gebruikt worden. En vervolgens plak ik dit stukje DSP erop van 4 bij 5 centimeter. En daarmee is in ieder geval de onderkant mooi weggewerkt. Zo. Oh, en nou heb ik iets heel stoms gedaan. Ik ben hier vergeten om een magneetje eronder te plakken. Helemaal vergeten. Dus wat ik ga doen, ik ga nog even een stukje DSP snijden. Dat plakken we er dan overheen. Want ik denk niet dat ik het er nog tussen kan frommelen. Misschien lukt het nog net. Even kijken. Soms lukt het nog om een beetje ruimte tussen het DSP en het kartstok te maken. Nou, ik denk dat het wel lukt. Het is niet helemaal de bedoeling, maar... Nou, het lukt wel om het magneetje ertussen te frommelen. Dus dat stop ik er nog even tussen. Kijken dat het wel een beetje in het midden van de pagina zit. Normaal moet je dan natuurlijk de eerste, het bovenste, even nog geen DSP op plakken. En pas als laatste doen. Maar ik was te snel. Ik denk ik wil een hoop voorbereiden. Zodat jullie niet een half uur mij van alles hoeven zien plakken. Een klein beetje lijm ertussen. Dat het er niet aan alle kanten uitloopt. Zo. Nou. Ja, dat redden we wel. Wat ik dan doe is even het magneetje er weer op laten vallen. En dan een klein stukje Tarantape hier op de sluiting doen. Zodat als ik de sluiting voorzichtig laat zakken. Even kijken waar die ongeveer zit. Dat hij dan ook het magneetje meeneemt. Nou, zo moet het lukken. Voorzichtig de sluiting op het magneetje duwen. Nou, perfect. Hij zit net op het randje. Dat is geen probleem. Doen we er gewoon nog een stukje Tarantape overheen. En dan gaat dat magneetje echt nergens meer naartoe. Komt tenslotte ook nog een stukje DSP overheen met Tombow. Dus dat komt helemaal goed. Even kijken, waar heb ik mijn rijtje? Hier heb ik mijn dingen gelaten. Het magneetje hoeft dus niet tussen de, deze keer, tussen de vlinder geplakt te worden. Want daar wordt verstopt achter het strookje DSP. Zo. Dan kan je die dicht laten vouwen. Hij klikt mooi. En dan gaan we deze twee op elkaar plakken. Zo. Tombow erop. Nog een klein beetje Tombow hier. Bovenop het DSP. Daar kan dan de vlinder weer bovenop. En dan is ook deze pagina weer klaar. Even een beetje recht. Zo. Nou, de vlinder van de andere kant heeft er echt geen zin in. Zo. Nog een stukje DSP aan deze kant. Eigenlijk zonder van de mooie roze vlinders, maar ik ga toch deze kant nemen. Ik vind het wel leuk om het groen wat op de sluiting zit terug te laten komen. Aan deze kant. En zo. En dan gaan we verder met de volgende. En dat is weer zo'n kleine pocket. Daar heb ik twee tags in gemaakt. Even kijken waar ik ze heb. Hier. Die tags heb ik gemaakt 5 centimeter breed en 8,5 centimeter hoog. En toen geponst. En nog één van 5 centimeter breed en 7 centimeter hoog. En zo krijg je dat ze mooi zeg maar verspringen. Deze leuke vlinders gebruiken als achtergrond.
Zo. En daar plak ik weer een smalle pocket op van 7, en die heb ik gesneden op 7,5 bij 4 centimeter en gerild op 3 kanten op 1 centimeter. Ook hier de hoekjes er weer afgeknipt. En dan doen we die nog even met het vouwbeen. Volgens mij is dat niet in beeld. Met het vouwbeen nog even scherp vouwen. Beetje lijm erop. En dan kan die hier onderop de pocket. Vervolgens kunnen de tags erin. Die moeten uiteraard nog aangekleed worden. Maar dat zie je, hoe ik dat heb gedaan, in mijn blogbericht. Anders zou dit filmpje nog veel langer worden. En dan gaan we even kijken welk leuk papiertje we er nog naast zullen plakken. Nou, deze is wel leuk. Het is haast zonde, allebei de kanten zijn zo mooi. Dat is haast zonde om het te gebruiken. Meestal heb ik wel één kant die favoriet is, maar in dit geval vind ik beide kanten echt super mooi. Nou, dan is ook deze pagina weer klaar en kunnen we door naar de volgende. Zo, die even opzij. Het volgende pagina is weer een pagina met een sluiting met een vlinder, met een magneetsluiting. Ook hier zit weer een magneetje in de binnenkant. En twee diagonale flappen. En ik zal je even laten zien hoe ik die heb gemaakt. Leg ik dit boekje waar we mee bezig zijn heel even opzij. En zo. Ik heb daarvoor gebruikt. Ik heb daar nu deze vlinder voor uitgekozen. Die heb ik ook weer uit het kaartstok gesneden. Ook deze vlinder komt weer uit het DSP. En twee stukjes DSP gesneden van 5,5 bij 8 centimeter. Ik moet ook de binnenkant en de buitenkant beplakken. En ik heb nog een stukje kaartstok van 10,5 bij 6 centimeter. En die heb ik aan weerskanten gerild op 1 centimeter. Dat doen we even met de boomfolder. Even goed plat maken. Zo. Dan pakken we de snijmachine, de trimmer. En ik wil hem ook weer van linksboven. Oh, het is haast niet te zien. Mijn scherm is te klein. Van linksboven naar rechtsonder laten lopen. Dus dit worden de flapjes. Dus die leg ik ook van linksboven naar rechtsonder. Met de vouwlijntjes naar onder weggevouwen. Op mijn trimmer. Ik leg de puntjes op het snijgootje. Dan kan die dicht. Deze even uit de weg. En dan kan je hem doormidden snijden. Dan zal hier nog een klein puntje aan zitten. Dat kan je eraf halen. Nou, aan de andere kant liet je los. En heb je je flapjes die je, die je op kan plakken. Dan knippen we daar nog wel even aan deze kant. En aan de andere kant nog een schuin hoekje af. Dan kunnen we die zo in, het boekje gaan plakken. Dus leggen we even aan de zijkant. En dan pakken we even de stukjes DSP erbij. Dan moet ik even kijken hoe ik die wil snijden. Ik vind het wel leuk om de vlinders aan de bovenkant te hebben. Dus die moet ik dan ook van linksboven naar rechtsonder snijden. Want dan heb ik dezelfde snede als de dingen. Kijk, als de andere flapjes. Dus die kunnen hier dan zo op. En dan moet ik de andere kant andersom snijden. Dus van, van rechtsboven naar linksonder. Omdat dat tegenovergesteld is. Nou is dit DSP wat geen richting heeft.
Dus dan komt het niet zo nauw. Dan kan je het altijd nog omdraaien. Maar mocht je nou wel DSP hebben, dan moet je dat inderdaad even in de tegenovergestelde DSP hebben, wat een richting heeft. Dan moet je dat in de tegenovergestelde richting snijden. Want anders kan je het er niet goed op plakken. Ik zal het jullie even laten zien. Zo. Doe ik eerst even DSP op de flapjes plakken. Zo, dan vouw ik ze zo open. Dan komt deze hier en deze hier. Zo. En dan zijn de flapjes klaar om in het boekje geplakt te worden. Dan pakken we die er even bij. En zo, wel aan deze kant zijn. En hier waren we gebleven. Dan vouw ik hem even open, zodat hij wat platter ligt. Dan kan je net even iets makkelijker plakken. Netjes op het randje. Tegen de vouwlijn aan. Niet te ver, dus kan mijn boekje niet meer dicht. Zo, kijken of ze netjes zitten. Zo sluiten ze mooi. Dan doe ik ook hier weer in het midden een stukje tarantape voor het magneetje. Dus je hebt in totaal voor dit project 6 magneetjes nodig. 3 setjes. Zo. Het is een leuk kleurtje om ertussen te passen. Deze is wel leuk. Lekker fleurige vlinders. Even zo. Nou, zoals ik hiervoor heb gedaan, even de vlinder erop. Zoals je hem zou willen hebben. Het magneetje erop laten vallen. Nou, dan zie ik dat hij nu eigenlijk het magneetje te hoog zit voor de vlinder om hem mooi weg te kunnen werken. Dus schuif ik gewoon de vlinder omhoog. Je kan uiteraard de vlinder ook schuin doen. Het gaat erom dat het magneetje een beetje in het midden van de vlinder zit, zodat je aan weerskanten genoeg ruimte hebt om hem weg te werken. Dus nu weet ik ongeveer waar ik de tarantape moet plakken. Dan schuif ik deze even weg. Magneetje schiet vanzelf op zijn plek. Alles in beeld houden. Dat is nog wel een dingetje. Zo. Dus weer op elkaar geplakt worden. En dan is je magneetsluiting alweer klaar.
Zo. Je kan hem schuif doen. Je kan hem recht doen. Als het maar binnen je pagina valt, dan is het verder prima. Puntje een beetje naar beneden vouwen. Dan gaan we aan de andere kant deze plakken. Of de stipjes. Of de... Ik vind eigenlijk de stippeltjes naar boven wel leuk. Maakt het een lekker fleurig geheel. Zo. En dan zijn we alweer toe aan de laatste pagina. Wat zeg ik? Ja, aan de laatste pagina van dit boekje. Zo. Even plat neer, dan heb ik iets meer, iets makkelijker plakken. Voor de laatste pagina begin ik met het plakken van het DSP. Ik neem lekker de vlinders. Je kan nooit genoeg vlinders hebben. En dit is wel een heel mooi DSP. Plakken we maar gelijk aan de andere kant. Laatste stukje DSP. En zodat de gewone pagina's ook helemaal klaar zijn. Dan ga ik even kijken waar heb ik mijn diagonale pagina neergelegd. Die heb ik hier. Om een diagonale pagina te maken heb ik een stukje kartstok genomen van 8 bij 6,5 centimeter. En die heb ik op twee kanten gerild op een centimeter. En ook hier de hoekjes schuin afgesneden. Zoals je ziet. Om nu dit schuine kantje te krijgen en een recht stukje omhoog, heb ik dat afgetekend op 1,5 centimeter. Nou vergeet ik mijn lineaal en mijn potlood te pakken. Dus dat ga ik even doen. Zo, daar ben ik weer. Ik dacht dat ik alles had klaargelegd, maar ik was toch nog iets vergeten. Zoals je ziet. Gebeurt ook mij. Geen enkel probleem. Je tekent. Je doet de flapjes naar binnen, naar achteren. En dan teken je aan de kant waar geen flapje zit, ja, aan deze zijkant, teken je 1,5 centimeter even af met je potlood. Dan leg je die in je, op het gootje van je trimmer, je snijguldje. Ook het puntje waar je naartoe wil snijden. En dan haal je het mesje er doorheen. En dan heb je een schuine pocket. Nou kan ik deze kant nog iets verder. Oh. Iets schuiner afknippen. En dan kan je deze alvast, zou je alvast in je boekje kunnen plakken. Het stukje DSP wat ik had. Even kijken waar ik dat heb gelaten. Oh, dat zit hier achter mijn speakbriefje. Is een stukje DSP van 6,5 bij 5 centimeter. En daar gaan we precies hetzelfde mee doen. Dus even aan de rechterkant aftekenen op 1,5 centimeter. En zo. Dat leggen we in de trimmer. Het puntje in de trimmer. En daar waar we af hebben getekend op het gootje neerleggen, snijden en als het goed is moet het dan op elkaar passen. En als je deze hier dan oppakt, dan heb je ook weer een mooie afgewerkt pocket. Zo. Beetje lijm op de flapjes. Dan kunnen we hem in het boekje plakken. Aan deze kant. Zo. Daar past dan een pocket in. Een tag in de pocket. Van 5 bij 8 centimeter.
Hij is ietsjes te lang. Ik kan hem misschien wel met die andere doen. Die van deze. Die is iets korter. Stoppen we die hierin. En die langere kan dan daarin. Ik snij er even een randje af. Zo. Van een halve centimeter. Dan past het beter. Dus dan is hij net zo lang als de andere pocket. Dus dan wordt hij 5 bij 7,5. En dan in de tech topper pons. En dan past hij precies in het in de pocket, zeg maar. Dan hebben we nog één tag over. En dat is de tag die in het midden van het boekje zit. Die is echt langer. En die heb ik 5 centimeter breed gemaakt. 10 centimeter hoog. Zodat hij erbovenuit steekt. Maar doordat dit niet hoger is, zeg maar, dan dat je doosje lang is, past hij er precies in. Kijk, om het doosje eruit kan halen. Dan past hij er zo in. En dan heeft hij genoeg ruimte om in het doosje te zitten. En dan is dit het boekje. Even opzij zetten. Het boekje wat we vanavond hebben gemaakt. Met de watervalkaartjes. De verschillende pockets met tags. De vlinder. Met de vlinders met magneetjes. Die alle flapjes op zijn plek houden. Nog meer pockets. En aan de andere kant een pocket met een boekje. Een sluiting met tagflapjes. Nog een pocket met een boekje. En de eigenwijze vlinder die op een of andere manier echt niet wil blijven zitten. Maar je hebt gezien de andere pockets, de andere vlinders doen het prima. Dus ik denk dat er met dit magneetje iets aan de hand is. Wellicht als het papier toch nog iets langer heeft gelegen. Dat hij goed dicht blijft zitten. En anders doen we het magneetje alsnog even vervangen. Nou, dit was het boekje. Ik hoop dat je het een leuk project vond. Het is een wat langer filmpje geworden dan de filmpjes hiervoor. Met een hoop afmetingen, een hoop verschillende maten DSP en cardstock. Maar wil je het nog een keer op je gemak nalezen? Kijk dan even bij het blogbericht. Dat vind je hieronder. En dan vond je het een leuk project? Geef me dan gauw een duimpje omhoog. En abonneer je op dit kanaal. En dan zorg ik voor snel voor nieuwe filmpjes, kaartjes, doosjes. Wellicht heb je nog suggesties. Mag je die hieronder altijd achterlaten. En dan zal ik je vragen en opmerkingen zeker beantwoorden. Een fijne dag nog. Tot ziens!